Ja, ik ga opnemen. Hij doet het al. Leuk. Dit is Anne. God, dit is echt als een heel serieus interview, hè, als ik zo begin. Dit is Anne. En ik moet voor iedereen thuis eerst maar eens uitleggen hoe dit zo ontstaan is. Want ik denk dat dat heel erg typerend en heel grappig is ook, als je dat goed vindt, Anne. Anne was op tv en bij mijn favoriete programma First Dates, waarin ik altijd zo vreselijk moet lachen en ik, de jeugd van tegenwoordig, jij dus, Anne, die de hele tijd zit, nice en zeker en dat soort dingen zegt, waarvan ik denk van, hoezo zeggen ze dat de hele tijd? En ik zit dan op de bank mee te gillen en zie je dat dan niet en begrijp je dat dan niet? Dus dat is echt mijn favoriete programma. En toen zag ik Anne voorbij komen. En ik ben zelf een multipotentialite. Ik ben zelf all over the place. Ik doe heel veel dingen tegelijkertijd. Ik ben heel druk bezig met wat multipotentialite is en doet en kan. En ik doe nu ook mijn interviews in het Nederlands, zodat ik aan Nederland kan laten zien, dit zijn multipotentialites. En ik zag Anne en ik was ervan overtuigd dat Anne, die daar zit, recht voor me nu, ook een multipotentialite is. Dus ik had via Twitter, hashtag First Dates, een berichtje gestuurd. Anne, ik wil je interviewen. Vrouw, neem contact op, want ik denk dat je een multipotentialite bent. Of zoiets. En mensen op Twitter, die stuurden terug, een multi, wat? En bla bla, en gifjes, en grappig, en babbedebabbedebab, en vreemd. En toen zei iemand ook, en toen zei iemand, wat is dat dan, een multipotentialite? Dus toen gaf ik antwoord, dat is iemand die meerdere focusgebieden tegelijkertijd heeft, vaak gestoeld op intelligentie en creativiteit. Waarop iemand antwoordde, nou, ik denk helemaal niet dat Anne zo intelligent is. Ik denk dat het gewoon een ADHD'er is. Waardoor ik ontplofte en zei, exactly, daarom wil ik dit interview doen. Omdat heel veel specialisten mensen het helemaal niet begrijpen. En dan daar gewoon automatisch het label ADHD eraan plakken. Want omdat iemand een beetje druk is, zal dat het wel zijn. En dan is het daarmee klaar. Dus, ik ben heel blij, hier zit Anne. En ik ga Anne interviewen over het feit dat ik denk dat ze een multipotentialite is. Welkom, Anne. Hi, nou, bedankt. Wat een introductie, hè? Ja, nee. Ja, dat ben ik. Het is klaar. Kunnen we afsluiten? Wat was? Dat was hem. En ik heb één vraag. Ik heb één vraag voordat we af gaan sluiten. wat dacht je toen jouw vriendin een screenshot had gestuurd van Twitter, waarin een of andere kerel vroeg, Anne, ik wil je interviewen, want ik denk dat je een multipotentialite bent. Wat dacht je toen? Ik dacht, wat is een multipotentialite? Geen flauw idee. Ik dacht ook, oh cool, iemand vindt mij interessant. Oké, lachen. Dus ja, ik dacht, waarom niet? Het is corona, ik heb toch genoeg tijd. Zeker niks te doen? Nee, ja, ik kan een leuke film kijken, maar ik dacht, ja, waarom niet? Wat anders, vind ik leuk. Heb je het opgezocht, wat het is, een multipotentialite? Ja. Ik zag wel, tenminste de terminologie, ik kon me wel erin identificeren, dus dat iemand dan veel interessegebieden heeft, ook makkelijk kan schakelen van verschillende gebieden. Ja, ik gebruik nu weer hetzelfde woord, maar wel dat gewoon het schakelen en het overnemen en nee, ik ben het even vergeten, sorry. Je hebt het wel opgezocht. Maar had je toen, en we hebben elkaar al even gesproken hiervoor, natuurlijk. Klopt. En had je ook wel, kijk, waar ik dan nieuwsgierig naar ben, is, ik roep dan, je bent een multipotentialite. Nou, fijn, prima. Maar voor mij was dat een hele openbaring. Zo van, oh, nou snap ik waarom ik zo in elkaar zit en waarom dit doe en waarom dat dus niet gaat. En ik ben dan zo nieuwsgierig. Ik ben 45, jij bent 25. Hoe dat voor jou is, want jij bent heel anders opgegroeid dan ik. Een hele andere generatie. Hoe is dat voor jou om te lezen en te horen dat er dus mensen bezig zijn met dit onderwerp? Wat hiervoor wist je natuurlijk helemaal niet dat er interviews waren en blogs en allemaal groeperingen van mensen, generalisten die zich
unite, zo van, maar wij zijn generalisten en we zijn hartstikke belangrijk. Die had geen idee, toch? Nee. Maar ik vond het wel heel tof om... Ik weet niet, zeker mijn werk. Ik merk dat ik juist de breedte leuker vind dan de diepte. Ik vind het juist om over alles een beetje te weten, iets te leren, iets te kunnen doen, iets te begrijpen. Dat vind ik juist veel interessanter. Dus zeker als mensen stimuleren, nee, je moet die kant op gaan. Of je moet daar alles over daar weten. Dan denk ik, wauw, super tof. Maar meer dan dat, ja, ik weet niet. Wat heb je gestudeerd? Wat heb je gedaan? Wat heb je gestudeerd? Ik heb master moleculaire medicijnen gedaan. Dus dat is gewoon 2-jarige master. En ja, dat vond ik superleuk. Maar ik merkte op een gegeven moment dat gewoon... Ja, ik had al mijn hbo gedaan. En dat was ook al helemaal in diezelfde richting. En het was allemaal biologie. En ik dacht, ja, dit wordt het. Ik ga een PhD doen. Ik ga alles leren erover. En op een gegeven moment steeds meer... Ja, maar ik weet niet waarover ik wil leren. Ik weet niet meer wat ik wil studeren. En op een gegeven moment merkte ik steeds meer... Oh, het labwerk vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Oeh. En toen kwamen begonnen steeds meer signalen af te komen. En toen op een gegeven moment zei ik van... Ik wil het eigenlijk helemaal niet. Ik wil niet de rest van mijn leven in een lab zitten. Ik wil wat anders doen. Ik wil verder. Ik wil naar de volgende onderwerp. Had je het gevoel zo van... Oké, ik weet wel wat het is eigenlijk. Ik ben er wel klaar mee. Meer ook, ja... Ook gewoon meer dat ik om me heen zag en dat ik dacht van, dit is dan de toekomst. Dit is dan, ja, ik weet niet, dat is gewoon dat zo uitgestippeld. Daar zag ik het niet. Nee. Oh, dus dat was ook wel een eng beeld. Zo van, dus dit is wat ik de rest van mijn leven ga doen. Dat benauwde je wel. Ja, maar dat heb ik heel snel. Ja. Dat vind ik heel spannend, ja. Nee. En zou je dat categoriseren als zijnde dat je snel verveeld raakt? Dus in de Engelse termen dat... He, al die multis zeggen constant van ja, als ze maar even begonnen zijn daaraan en ze hebben het aangeraakt, they get easily bored. Is dat wat jij dan ook hebt, dat je daarin verveeld raakt? Of is het meer zo van, nou ja, de uitdaging valt weg? Ik merk wel dat ik heb constant uitdaging nodig. En ja. Dus op een gegeven moment dan snap ik het ook en dan begrijp ik het. Of tenminste, kijk, ik begrijp echt niet alles en... Ik snap ook niet alles, maar op een gegeven moment denk ik gewoon van, ja, nee, inderdaad. Sorry, dat was een beetje... Ja. En wat betekent constant uitdagingen nodig? Want nu zitten er mensen te kijken ik snap wat je zegt met constant uitdagingen, maar hoe extreem is de constant uitdaging eigenlijk? Hoe vaak... Als je het voor het zeggen zou hebben, hoe vaak zou je uitgedaagd willen worden? In denken, in... Ja, gewoon continu. Ik moet gewoon wel de hele tijd. Ja, nee, absoluut niet. Ik heb echt rust nodig ook. Maar wel, ik weet niet, als ik gewoon precies hetzelfde zou doen, dat ritme, wil ik niet hebben. Ik wil constant iets... ik weet niet, ja. Op mijn werk, ik wil niet alles weten over één vakgebied. Ik wil alles... Sorry, ik zit heel erg met te denken nu. Ik ben echt afschuwelijk met vragen en beantwoorden. Dat merk ik sowieso. Want ik zit op een gegeven moment te denken van... Oh, maar wat moet ik nou zeggen? En dan moet ik te denken en dan... Oh, dan moet ik maar... Je moet wel gedragen, want je zit voor... Sorry, dit is even Anne. Hey. Ik zit heel erg te denken van... Oké, wat geef je als antwoord? En dan ga ik echt... Dan ga ik aan en dan... Ik weet niet. Ja. Ik ben echt... Oké. Nee, dus dan op een gegeven moment ben ik nerveus. Hoi. Dan, ja. Ben je nu nerveus aan het worden? Nee, toch? Nee, maar ik zit mezelf heb ik al gedacht zo van... Oké, wat ben je nu aan het zeggen, Anne? Oké, dit is niet wat hij wilt horen. Oké, maar nu moet je... Wat wilt hij dan horen? Dan denk je, oh, dit gaat eigenlijk niet goed. Dus ik zit heel snel mezelf eigenlijk naar beneden te praten. Ja. Kan ik echt heel goed. Kan ook andere dingen ook wel snel. Dus als bijvoorbeeld een onderwerp me echt interesseert... Dan kan ik gewoon heel snel het begrijpen. Dus dan heb ik ik weet nog één keer, zat ik daar in een scheikundeklas of zo. Dan ging het over organische chemie. En toen, op een gegeven moment, ja, ik had een Red Bull ook net op, dus dat hielp ook. Dus cafeïne werkte heel goed bij mij. Maar op een gegeven moment, hij begon te vertellen. En toen dacht ik dan, maar hoe zit het dan? Het ging met orbitaal of zoiets, en dan PDF. Ik had het wel grappig. En hoe zit het daarmee? En als het dat mee? En wanneer dit vult? En elke keer was ik hem net een stap te vroeg. Dus toen dacht ik, oké, cool, nice. Schijnbaar kan ik wel heel snel nadenken als ik het echt zou willen. Tenminste, dat kan ik wel, maar... Ik
ik weet niet, je merkt het toch dat soms denk ik zo, al drie stappen vooruit, zeker in een gesprek of zo, of wanneer ik aan het uitleggen ben, of ik loop naar iemand toe en ik zeg, hé, ik zit hiermee, want dit, maar ik zou ook dit kunnen doen. En dan, oh, wacht, oké, laat maar, en dan loop ik alweer weg. Dus... Het is een lekker gevoel als je zo zit en je luistert naar zo'n professor en je bent hem eigenlijk iedere keer een stap voor. Voelt dat goed? Nee. Ja, het is leuk. Het is superleuk, maar op een gegeven moment denk je, oké, ik snap het wel. Ja. Dan loop je uit, dan is het niet meer. Ja. Nee, en hoe heb je dat met mensen? Ik snap het in de collegebank, maar je hebt dit ook met die mensen die je ontmoet. En... Mensen kunnen me soms niet volgen. Zeker als ik heel... je hoorde mijn toon van stem. Ik kan heel snel praten, kan ook langzaam praten. Maar als ik snel praat en ik word echt enthousiast, dan kan ik gaan ratelen en dan ook hak op de tak en springen van onderwerp. En dan is er een rode draad erin te volgen, is het niet echt te doen. Dus als ik met vrienden bijvoorbeeld aan praat, die zijn me nu wel een beetje gewend, maar... Heb je ook specifieke vrienden waarbij je dat juist wel kan? Ik noem dat altijd pingpongen, dat je heel snel over en weer links naar rechts kan. Ik heb één vriendin, dat is wel heel heftig. Zij is ook heel snel, maar dan luisteren we eigenlijk niet eens naar elkaar. Maar dan zitten we gewoon ergens mee en dan zitten we gewoon een beetje te zenden. En dan dat is ook heel even gewoon, ik weet niet. Dat is ook niet echt een goed antwoord eigenlijk. Nou ja, denk het wel. Want het gebeurt dan ook. Heb je dan ook dat als iemand daar gaat reageren of iets zegt, dus na twee woorden weet je al wat die persoon gaat zeggen, daar antwoord je ook alweer op. En die andere weet dat je het juiste antwoord alweer geeft op datgene wat ze eigenlijk nog niet aangeduid hebben. Gaat het zo snel? Nee, dat niet. Nee. Het is gewoon, nee? Nee, het is gewoon even je ei kwijt moeten. Dus het is wel wat anders, denk ik toch. Ja. Dat is slecht. Nee, ik merk het voornamelijk wanneer ik enthousiast ben en ik moet wat uitleggen of ik moet wat... Ik kan soms drie stappen vooruit denken. Al laat ik dat nu even totaal niet zien. Ja. Ik weet niet. Ja. Vind je het lastig dan? Als mensen niet aanhaken? Vind je het frustrerend? Nou, niet per se frustrerend, maar ik heb wel dan een beetje zoiets van... wacht even. We beginnen even bij de basis. Dus dan moet je moet gewoon schakelen in je hoofd en weer terug. Dan denk je, terug naar begin. We beginnen hier. En dan, in plaats van dat je hele, als je een soort maaltijd bereidt, in plaats van dat je bezig bent met alle garneringen en alle prachtig mooie dingen, zijn hun nog bezig met gewoon de ingrediënten voor te snijden of zo, weet je. Dus... Je moet ze weer, terwijl jij even zo zoef alles al hebt gedaan, moeten hun dat weer stap voor stap alles uitleggen. En dan... Ik weet niet. Er is nu heel veel discussie in de wereld, dankzij de pandemic. En dat er heel veel verandering is in de wereld. En het manier van zaken doen, van het hebben van een bedrijf. En winst en geld en natuur. Alles lijkt ter discussie te staan. De basis is altijd geweest dat specialisatie het allerbelangrijkste was. Ja? Mm-hmm. Je bent een accountant, je bent een advocaat, je doet dat ene ding. Mm. Dat doe je goed, dat doe je 40 jaar goed, waardoor je een stabiel, zeker inkomen hebt. Je hebt een mooi vrijstaand huis. Je hebt je pensioen geregeld en als het ook nog een beetje mee zit, heb je nog steeds dezelfde relatie en ga je met je pensioen ga je de wereld rond. Dat is een beetje het klassieke beeld zoals het was en nog steeds is eigenlijk. Want er is nog steeds veel aanzien naar het hebben van een specialisatie. Mm-hmm. Als ik zo naar jou luister, dan denk ik niet dat jij een specialist wil worden als in ik word een en dan je professie en dat is mijn leven. Dus... Je identificatie naar aanleiding van je baan, denk ik niet dat dat gaat plaatsvinden, of wel? Nee, ik vind zeker mijn baan nu wel leuk, echt wel. Maar ik ben ook expres consultant geworden, zodat ik verschillende telkens in een ander beroep om kan gaan. Ik wil juist verschillende dingen doen. Ik wil verschillende mensen zien, ik wil verschillende dingen ontdekken. Om gewoon op één plek vast te zitten, dat
vaste hoesten lijkt het eigenlijk bijna. Gewoon, ik weet niet, dit is gewoon... Nee. Ik vind ook vriendinnen om me heen zijn nu een huis aan het kopen. En dan ik vind het superleuk voor hun. Echt geweldig, doe je ding. Maar dan denk ik, kijk naar mezelf, dan denk ik... Ah, nee. Ik zou echt geen huis willen. Ik zou niet... Ik wil weg. Ik wil naar het buitenland. Ik wil reizen. Ik wil kijken wat ik nog meer kan. Ik wil muziek maken. Ik wil... Weet ik veel, sporten. Ik wil gewoon... Ik weet niet. Nee, ik wil niet zoals... En snappen mensen om jou heen dit? Nee, ze denken snel dat ik aan het vluchten ben. Dus want? Dat je... waarom denken ze dat dan? Omdat waar vlucht je voor? Ja, voor je verantwoordelijkheden. Zo. Tenminste, je moet hier... Mijn vader die werkt al 25 jaar... Nee, 27 jaar voor hetzelfde bedrijf. Nou, super tof voor hem. En hij is helemaal gelukkig, maar... Ik denk dat ook de mentaliteit van tegenwoordig ook is. Je blijft niet heel erg lang bij, je, bij hetzelfde bedrijf. Dus mensen switchen wel na een paar jaar sowieso. En dan bij je eerste bedrijf en dan tweede. En dan blijf je zo een beetje doorgaan. Dan kan je ook weer meer geld verdienen. Niet dat... dat ja, ik weet niet. Ik denk niet ook echt... Ja, ik weet niet. Ik hoef niet per se succesvol te zijn of rijk te zijn. Maar oké, ja. Je wilt gewoon... Ik weet niet. Als het saai wordt, dan ben ik weg. Ik kan, ja. Daarom vind ik corona nu ook echt vrij pittig. Omdat het gewoon zo saai is. Het is telkens een sleur aan het worden. Het is elke dag... Ja, je kan drankjes doen, maar je kan niet weg. Je kan niet reizen. Je kan niet... Tenminste, je kan het wel, maar dan heeft mijn baan een probleem. Want dan weet je niet zeker of je er terugkomt. Dus... Yeah. Lastig. Ja. Toen ik het bericht op Twitter zette over jou, toen zei iemand, ach, ze is gewoon ADHD of ze heeft ADHD en that's it. We hebben elkaar natuurlijk hiervoor al gesproken. En wat zei je er nou van? Ik heb het opgeschreven. Ik haat het als mensen me ADHD'er noemen, heb je gezegd. Nee, vroeger haat ik het. Want toen dacht ik zeker van, ik heb geen ADHD. Dus dat was leuk toen ik afgelopen jaar toch wel gediagnosticeerd ben met ADHD. Dus nu haat ik het ook als mensen zeggen, ja, je persoonlijkheid is een ADHD'er. En dat is niet, ja, ik weet niet. Het is niet, dit ben ik. Het is niet een, wat is het vandaag nog over? Het is gewoon omdat ik ADHD heb, betekent niet, het heeft voordelen en nadelen en... Voordeel is dat je snel, dat je vrij creatief kan denken en ook snel verbanden kan leggen. Ja. Brengt ook wel dingen mee zoals onrust en wat ook niet helpt. Dus ik merk wel gewoon, ja, er zijn meerdere dingen wat ik gewoon wel, daarom dat ik ook dacht van multipotentialiteit is dat niet gewoon hetzelfde als ADHD. Omdat, ja, weet je, ik kan snel denken, omdat, ja, dat kan ik. Ik weet niet. Ik denk dat de ook term... Ook niet ADHD... kunnen leggen. Ja, ik denk dat het label ADHD... En nu word ik niet tegengehouden door enige opgeleide achtergrond hierin. Dus mensen mogen me neerschieten. Maar ik denk dat het, even heel simpel gezegd, juist de specialisten zijn die ons niet kunnen volgen in het snel kunnen denken. Dat het label ADHD daarvoor gezorgd heeft dat we wel te plaatsen zijn. En ik heb niks tegen het label ADHD en het label ADD en ik vind het allemaal prima. Alleen denk ik dat je daar niet in moet verdrinken. Zo van, oké, als een beperking. En nee, ik zie zeker niet ADHD als een beperking. Het heeft wel... Ja? Nee, ik wou zeggen dat sommige mensen hebben er wel meer moeite mee dan anderen. Je hebt er wel een hele grote verschillen in. Maar dat is het enige wat ik wil zeggen. Ja. Nou, ik denk dat het heel fijn is als mensen gewoon hunzelf kunnen zijn. En dat in de wereld van verwachtingen die geschept worden, als we dat een beetje loslaten en je jezelf kan zijn en dus gewoon all over the place kan zijn en snel kan denken, snel verbanden kan leggen en heel snel kan praten en soms wat minder snel kan praten. En dat dat dus prima is en dat we niet allemaal... dezelfde kant op hoeven te lopen. Dat is al zo. Nee. Ik denk dat
dat die vrijheid er best wel is. Alleen vind ik het jammer dat er dan een label aan gekoppeld moet worden. Terwijl aan de andere kant, ik heb allerlei interviews en dingen waar ik in zit, is dat er heel veel discussie is van het moet normaler worden om een generalist te zijn, om een multipotentialite te zijn, om je daarmee volledig tot uiting te kunnen brengen. Want jouw snelle denken, jouw snel kunnen schakelen, brengt heel veel positief met zich mee. Ja. En het is waanzinnig. Dus als je jou op de juiste plek neerzet in een organisatie of voor je eigen bedrijf of binnen consultancy, dan kom je echt heel ver komen. Wauw! Maar dan moet je niet tegengehouden worden door mensen die zeggen, ja, maar je moet het zo doen. Nee, maar ik zit tegelijkertijd, dat vraag ik me wel even heel erg af, want jij bekijkt het meer vanuit dat ADHD'ers worden snel fout, of tenminste niet foutief weergelegd, maar die worden snel, het is maar een ADHD'er, terwijl het eigenlijk van mogelijk iemand is die multipotentialite is. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen ADHD'er en multipotentialite? Kan dat het ook zijn? Of is het eigenlijk meer een overlapping? Het is een overlapping. Er is nu heel veel discussie over ADHD, ADD, dyslexie, ja, high sensitiviteit. Al die dingen bij elkaar. En ook hoogbegaafdheid, multipotentialite, polymath. Al die dingen. Mm. Allemaal los van elkaar zijn. Op losstaande elementen. Maar je kan ze ook allemaal bij elkaar voegen. En dat is toch een ander soort mens dan dat sinds 1970 dat we naar de maan zijn gegaan, als gezien werd als hoe je zou moeten zijn. Namelijk, je koopt een huis, je hebt een gezin, je focust op je baan. De conform model, en that's it. En lineair denken en dan is het klaar. Dus is een ADHD'er een multipotentialite? Nee, andersom ook niet. Maar het overlapt elkaar wel allemaal. En ik vind de discussie wel interessant om met elkaar te praten van... Ik merk dat ik... Nee, want ik begin ook weer helemaal zo... Ja, ik ben heel vrij anticonformistisch. Tenminste, ja, ik kom er zo met mijn zusje. Dus leuk. Maar ik heb een 9-5 baan, maar dat is voor mij geen ritme. Maar ik merk gewoon dat ik gewoon ook weer hier gelijk ook zoiets heb van... Maar wat is dan... Heb je alleen generalisten en specialisten? Ik begin gewoon vragen in mijn hoofd. Dus dat, ik heb er wel over na zitten denken, merkte ik na ons gesprek. Dus dat is wel eens meer gewoon... Is het alleen A of B? En is het alleen ADHD of... ik weet niet. Het is natuurlijk heel erg genuanceerd. Het is allebei. Want generalisten zijn ook specialisten. En ik ken heel veel generalisten die op meerdere vlakken specialist zijn. En als je rechtshandig bent, kan je ook met links schrijven. Alleen kost het meer tijd en energie. Maar je kan het allebei. En dat is hetzelfde als met specialisten en generalisten. Het is natuurlijk... Nooit zwart-wit, of het een of het ander. Het is heel belangrijk dat die twee naast elkaar komen te staan. Alleen probeer ik de discussie los te wrikken van... Als iemand moeite heeft om te focussen, dan heeft hij ADD en dan moet hij daarbij geholpen worden. Terwijl ook de vraag gesteld kan worden, misschien is hij wel niet gefocust omdat hij vrij snel verveeld is of vrij snel al de big picture ziet. En misschien is er wel wat anders aan de hand. Dat vind ik veel interessanter dan alleen maar... hij heeft ADD, we gooien er een paar pillen in. En dat is het dan. Maar nee, daar ben ik het helemaal mee. Het gebeurt heel veel. En het is niet zwart-wit. Het is niet... De wereld bestaat uit specialisten en generalisten. Maar ik denk wel dat er heel veel specialisten zijn. En dat daar ook mensen tussen zitten die eigenlijk generalist zijn. Maar specialist zijn geworden... En zich hebben geconformeerd naar de cultuur waarin ze leven. En daardoor ook niet gelukkig zijn. En eigenlijk veel meer dingen zouden willen doen. Dus eigenlijk zeg je meer, er is gewoon meer een schaal van... Oké, je kan gigantisch specialistisch zijn, je kan gigantisch generalistisch zijn. Maar hetzelfde een beetje hoe introvert en extrovert. Mensen die introvert zijn, die kunnen wel gedragen als een extrovert. Maar dat betekent nog steeds niet dat ze introvert zijn. Extrovert zijn, ze zijn nog steeds hun eigen natuur. Ja, oké, cool. Ja, en er zijn ook mensen die introvert zijn, maar die zijn het niet by choice. He, dus die zijn introvert geworden omdat er dingen gebeurd zijn in hun leven. En waarin ze eigenlijk extrovert zijn, maar tot introvertie zijn gekomen om te overleven. En ik denk dat dat ook te maken heeft met specialisten en generalisten. Dus is het heel goed met een veranderende wereld dat we het daarover hebben, denk ik.
Ja, maar daarom dacht ik inderdaad van op een gegeven moment merkte ik van begon dat ik het met gewoon twijfels een beetje te krijgen van ja, maar wat is dat? Maar gaat dan een discussie? Wat is dan? Ben je? Nee, cool. Oké. Okay. Ja, goed uitgelegd. Nee, want op een gegeven moment, ik ben zelf, wat jij zegt, op een gegeven moment, jij zei net over, oh, die heeft ADHD of ADD, whatever, we gooien twee pillen in en het is opgelost. Ik heb 25 jaar zonder pillen moeten werken. Ik heb 25 jaar gewoon altijd ontkend dat ik het heb. Ik ben gewoon super leuk en super druk en ik ben niet super leuk, maar ik ben wel lekker vrolijk en gewoon lekker mezelf probeerde het te zijn en ik kon concentreren en op een gegeven moment maakte ik mijn eigen methodes ervoor. En omdat ik gewoon dacht van, oh, oh dat, ja, techno werkt. Oké, okay, let's go. We kunnen door blijven schrijven. Dat je gewoon... Nu merk ik wel, oké, ik loop een beetje tegen ergens aan. En nu begin ik wel te denken van, oké, misschien wordt het tijd om medicatie te proberen. Om gewoon af en toe die gewoon even te helpen. Maar ik heb al wel mezelf al 25 jaar kunnen focussen op wel... Ja, focus vind ik een groot woord. Maar die drive gehad om wel succesvol te zijn in de manier waardoor ik weet van, oké, ik behaal wel de resultaten die ik zou willen. Waarom nu? Waarom denk je nu van misschien heb ik nu wel wat ondersteuning nodig met medicijnen? Waarom nu? Omdat ik denk, ik wil nog... Dat is nu wat begin ik gewoon te merken. Er is heel veel wat ik zou willen doen. En ik ben het niet aan het doen. Omdat waarom ben ik het niet aan het doen? Omdat ik er gewoon de hele tijd denk, er is zoveel, dus doe ik maar niks. Dat is een beetje mijn antwoord. En vervolgens word ik er negatief over. En dan ook op werk. Ik weet niet, dat... Nu begin ik gewoon zoiets te denken van, yo, als ik iets anders wil doen, als ik iets met muziek moet doen, ga het doen. Doe het, weet je. Zet je focus erop en dan kan je het. Maar dat is een beetje een probleem met motivatie. Het is, ik weet niet. Er weerhoudt altijd iets in mij dat ik het meer wil gaan doen, dus... Snap excuus eigenlijk ook als ik het zo zeg. Maar het is gewoon op werk. Waarom pak ik elke keer op mijn telefoon en ga ik niet naar op mijn werk kijken? Terwijl, het zijn gewoon dingen waar je gewoon nu begint te denken van... Oké, ik ben zo ver gekomen en ik weet dat ik verder kan. Dus nu gaan we verder. En ik weet niet. Ja, ik hou van bij basketball is het gelukt. Op sportniveau kan ik het. Werk. Ja, ik heb een vaste baan. Top. Yay. Maar... Wat van de hobby's? Wat wil ik nog meer? Ik wil Spaans kunnen. Ik wil gewoon vloeiend kunnen spreken over een jaar. Weet je, lijkt me geweldig om in het buitenland in een Spaans sprekend land te kunnen wonen. Of te kunnen reizen in de Spaans. En gewoon, doe maar ook Dolster, Cerveza, alsjeblieft. Nee, dat is heel lelijk. Maar, ja. Er is zoveel wat ik nog niet heb gedaan. En dan moet ik gewoon doen. Ja. En nu dat je je afvraagt van ik zou meer dingen moeten doen, maar het gebeurt niet, speelt natuurlijk ook de hele situatie rondom COVID een rol, right? Ja. Ja, dat belemmert ook. Hè? Als je zegt, je hebt het over basketbal en heel goed sportief bezig zijn, nou, dat gaat lekker nu. Muziek, andere mensen, dus je wordt natuurlijk ook wel heel erg tegengehouden op dit moment. Ja. Ja, ik was eindelijk hoog niveau aan het spelen voor het eerst in mijn leven. En dat vond ik zo vet. En dat is wel gewoon... Dat doet wel pijn. Dat is ook echt moeilijk. Denk je dat als het allemaal weer zo wordt... dat het weer mogelijk is om gewoon te kunnen basketballen... laat ik het heel voorzichtig uitdrukken allemaal... denk je dat dan qua motivatie en qua door... pakken naar nieuwe dingen dan weer makkelijker wordt, omdat je eigenlijk die sportieve uiting mist? Waardoor het allemaal een beetje moeilijker is en dat je jezelf moeilijker kan motiveren, omdat je eigenlijk die uitlaatklep, om het maar een cliché te gebruiken, omdat je die uitlaatklep mist. Ik merk wel dat ik tijd te veel heb. Dat is wel... Maar dat staat hem ook even nu van... Dan zou je het juist moeten kunnen doen. Ik ben sowieso... Ja, ik zou 3 keer in de week sporten en dan nog een wedstrijd ernaast. Dat is wel... Dat is wel een heel groot verschil nu. Ja. 3 keer in plaats van 1,5 uur per... Ja, ik weet niet. Dat is wel... Ja. Nee, ik denk wel als alles weer normaal zou zijn, dan...
Dat begint nu een dilemma bij mij te worden van wat wil ik, wil ik liever, wil ik nog hoog niveau spelen of wil ik werken in een ander land? En tegelijkertijd denk ik, waarom niet allebei? En dan, dus, ander land, je bent niet opgegroeid in Nederland, toch? Nee. Waar ben je opgegroeid? Ik ben in bed, ik ben 9 maanden ben ik naar Singapore gegaan. En heb je vanaf je 9 maanden tot lang in Singapore gewoond? Of heb je ook nog in andere landen gewoond? Nee, ik heb 14 jaar in het buitenland gewoond. Ik heb nog 2 jaar in Sri Lanka tussendoor gewoond. Toen ik 6 tot mijn 8 of zo. Nee, jongen. 4 tot mijn 6. En dus toen was ik 14. Toen kwam ik weer terug naar Nederland. En dan, ja, dan zit je ineens in een heel Nederlandse cultuur. Dus dat is wel even een cultuurschokje. Denk je dat geholpen heeft, dat in het buitenland wonen voor jouw brein, jouw multipotentialite brein, die het heerlijk vindt om uitgedaagd te worden en geprikkeld te worden, dat juist eigenlijk heel fijn was voor je om dan juist in het buitenland te zitten? Of denk je dat het niet zoveel uitmaakt? Of denk je dat het eigenlijk alleen maar een nadeel is dat je terug bent gekomen naar Nederland voor je multipotentialite brein? Nee. Ik denk juist dat een andere cultuur echt wel voor je opvoeding echt gigantisch van invloed is. Want je wordt veel opener. Je bent niet gesloten voor ideeën. Dus ik weet niet, ja, weet je, LGBT, doe je ding, weet je. Ik sta er 100% voor. Ik ben helemaal voor mensenrechten. Ik weet niet, ik ben heel erg opgevoed dat de wereld moet eerlijk zijn en open voor elkaar zijn. En gewoon, heb gewoon respect voor elkaar. Al gelooft die persoon misschien niet in wat jij gelooft. Weet je, laat iemand in zijn waarde. Kijk, er zijn normen en waarden waar iedereen. Dus ik ben het niet mee eens met. Weet ik veel. Oh nee, dat is niet Singapore natuurlijk, in Indonesië. Maar er zijn gewoon. Ik merk dat ik gewoon wel door die opvoeding wel een heel ander beeld van de wereld. Of tenminste niet heel anders, maar wel of sneller zoiets had van. Waarom ben je iemand beledigd om iemands huidskleur of zoiets? Ik snap dat niet. Dat doe je toch? Dat is dan ook iets belachelijks. Dus, nee, precies. Ja. Hoezo dus, dan? Ja. Leg dit eens uit, mensen. Ja, ja. Okay. Wat is het verschil? Cool, okay. Nee, ja. Dus voornamelijk. Ik denk ook dat. Ja, ik ben vloeiend Engels en vloeiend Nederlands kan ik spreken. Ik kan Nederlands en Engels vloeiend spreken, dus. Het is wel, ja, ik weet niet, je hebt wel veel, ik heb meer, wel heel veel voordelen eraan gehad. Dat gewoon ook heel veel kunnen, andere landen kunnen zien, omdat je dan, ja, je zit midden in Zuid-Azië, je zit echt allemaal, ja. Nee, het is wel echt een vette opvoeding. Het is wel heftig, though. Je leert ook heel snel te kunnen schakelen met mensen die snel binnenkomen en weggaan, omdat een expat leven is niet een hele constante leven, behalve je eigen familie, dus. Ja, en dan heb je weer nieuwe vrienden en dan gaan ze weer weg. En ja. Het is heel lastig. Ja. Ja, dat gaat zo. Maar ja, je bent er ook aan. Dus, en wat ik me afvraag is, uh-huh, juist dit, hè, als expat. En ik kom zelf ook uit een expat leven. Niet toen ik jong was, maar de afgelopen 13 jaar. En mijn 3 kinderen die hebben alleen maar op internationale scholen gezeten. En die weten wat het is. Ieder jaar nieuwe mensen in de klas. Ieder jaar nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Ieder jaar was het maar weer de vraag. Gaan ze of blijven ze? Is compleet anders. Heb je gewoond? Ik heb zelf in Beijing en in Brussel gewoond. Oh ja, tuurlijk. En, je had het verteld. China. Ja. Ja. En dus mijn kinderen snappen heel goed wat je bedoelt. Weet je, het is. En ze leren ook heel goed en veel respect te hebben voor alles en iedereen, omdat ze dat ook gezien hebben. En alles komt daar bij een internationale school. Alle mensen zijn daar. Zeker bij de laatste internationale school in Brussel, waar everybody is included. Dus mensen ook met Down syndrome zaten bij hun in de klas. En daar zorgden ze met z'n allen voor. Het was waanzinnig. Dus mijn kinderen ook van, ja, je bent anders. So what, weet je? Who fucking cares? Excuseer me. Maar zo zit de cultuur in Nederland natuurlijk niet helemaal in elkaar. En dan zijn wij ook nog eens anders dan gemiddeld. En wij kijken dan ook nog eens anders naar het anders zijn dan gemiddeld. Dan de gemiddelde mensen in Nederland. Het is best complex af en toe, toch?
Ja, het gaat wel diep. Een soort, hoe noem je het ook weer, die film Inception? Of The Matrix. Ja. Blauwpil. Ja. Denk je dat er veel mensen in jouw generatie zijn die multipotentialite zijn? Die ook meerdere interessegebieden tegelijkertijd hebben en... Kijk, dat jouw generatie snel kan schakelen, dat weet ik zeker. Hè? Er wordt wel eens gezegd dat het generatie Einstein is en dat ze snel kunnen schakelen allemaal en dat er van alles gebeurt. Maar ik heb het over... Informatie is beschikbaar. Ja, maar ik heb het over het combineren van verschillende interessegebieden bij elkaar. Wat ik vind dat een multipotentialite is. Hè? Die niet op één interessegebied focust, maar daar meerdere heeft. Hoeveel denk je dat er in jouw generatie zo rondloopt? Ik denk wel veel. Ik denk echt wel... Zeker omdat we weten wat er allemaal is. Je weet wat er... We kunnen kijken... Het is niet meer alleen maar... Oh, dit is het straatje. Oh, oké, nou, ik moet hier en blijven. We weten gewoon van... Ik weet niet hoor, maar die andere persoon doet dat. Laat ik dat ook eens proberen. Je kan zoveel verschillende hobby's nu... Ik weet niet. De wereld is een open boek geworden. Dus dat zorgt ervoor dat mensen ook wel... Je kan vrijer bewegen. Je hoeft niet meer alles op alles te zetten om een kunstenaar te worden of zo. Je kan even twee keer een hele mooie schilderij maken en je gooit het op Facebook of Insta of zoiets. En de wereld kan het al zien. Ja. Dus ja, dat is dat. Maar dat is ook niet precies wat je bedoelt met potential. Ik bedoel meer. Ja, ik weet niet. Kijk, ik vind, natuurlijk heb jij mensen die jij kent die ook 25 zijn en die zijn afgestudeerd als advocaat bijvoorbeeld, of arts. Mm. En dat is wat ze doen. En daarmee is klaar en dan zijn ze hartstikke gelukkig, hebben ook hobby's daarbij. En dat noem ik geen multipotentialite. Ik noem een multipotentialite iemand die afgestudeerd arts is, maar daarnaast ook nog een nieuwe symfonie heeft geschreven en weet ik veel wat doet. En boeken schrijft over... Geheel iets anders dan het vakgebied waar ze in werken. Dat vind ik een multipotentialite. Nee, dat weet ik niet veel mensen. Maar dan, nu begin ik zelf ook mezelf te twijfelen of ik het wel ben dan. Want ik heb geen symfonie geschreven. Ik heb geen boeken geschreven. Nee. Maar dat is... het was een illustratie. Het gaat om... De meeste van de leeftijd zijn net aan het afstuderen. Letterlijk. Die werken net een jaar of... Iedereen wordt wat ouder wanneer ze klaar zijn. Want ze willen niet al die verantwoordelijkheden hebben. En je hebt echt gigantisch veel talentvolle mensen. En ze kunnen het en ze doen het. En dus ja, ik vind het wel heel vet om te zien. En ja, een vriend van me, die houdt van muziek. Maar die is tegelijkertijd ook bezig met graphic design. Of tenminste, van die ja, niet automated intelligence, automated... Artificial intelligence, maar grafische beeldvorming erbij toe te voegen, zodat de muziek reageert op het geluid. En ik ken iemand die gewoon op de muziek licht zorgde voor dat op dat moment ging een kleur gaf. Of, ik weet niet, ja. Ik zie gewoon, ik vind het gewoon mooi dat de wereld gewoon zo. Er zijn zoveel mensen op de wereld en ze kunnen zoveel. Maar we worden zo erg inderdaad tegengehouden van... Nee, je mag dat niet doen. Want je hebt het al druk zat met één ding. Of je die narrow-mindedness, weet je. Het breed houden. Ga open. Ga op ontdekken. Kijk wat je leuk vindt. Weet je? Ik weet niet. Ja. Durf. Maar ja, ik moet dat ook... Ik zeg het wel leuk, maar ik moet het zelf ook gewoon doen, weet je. Probeer het graag. Gewoon random op een tv-programma. Omdat je denkt, yo, ik wil ook op een keer op een date. Want corona zou zijn. Uit eten gaan tegelijkertijd. Dat kon ook toen nog niet. Nee, ja. Zie je hem nog? Ik vergeet helemaal te vragen. We hebben het helemaal niet over die jongen gehad. Oh, dat is trouwens hey, leuk. Nee, ik heb helemaal niet gevraagd. Nee, de lockdown Hij had toch enorme politieke ambities, als ik het even goed weet. Ja. Hij was helemaal in de politiek. Vond hij helemaal vet. Was ook leuk voor mij, want dan denk ik op een gegeven moment... Shit, oké. Ik weet nu even mijn laadje over deze onderwerpen. Die moet ik nu weer sluiten. Ik heb al materiaal gebruikt.
Dus ik kom wel ver. Ik kom niet ver. Ik kom niet ver. Maar nee, ik zie niet meer. Ik vind het prachtig om zo af te sluiten. Weet je, alles kan. Alles mag. Jullie generatie, het is waanzinnig. Weet je, alles is mogelijk. En er gebeurt nu een heleboel in de wereld. En er verandert veel. Ik zou het persoonlijk mooi vinden als jullie alle ruimte krijgen om als generalist heel breed in te zetten en alle mogelijkheden te krijgen en niet alleen maar van en zo moet het en daarmee is het klaar. En ik denk dat daarin veel gaat gebeuren. Ik vond het leuk om je te interviewen, ik vond het leuk om je te ontmoeten, ik vond het leuk om je op tv te zien en nu een Zoom gesprek te hebben. In het echt. Toch nog op scherm. Het is onduidelijk. Hè? Is dit nou echt of niet? Voor mij voelt dit als echt, toch wel. Realiteit. Nee. Ik vond het leuk. Dank je wel. Jij bedankt. Ik vond het leuk om te doen. Ik moest wel even opwarmen op een gegeven moment. Dat duurde wel. Warm maar op. Dat is helemaal niet erg. En ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden als ze hier naar kijken. En of ze zichzelf herkennen daaraan. Ja, weet je, deel je mening. Laat ons weten wat je ervan vindt. Dat vinden we alleen maar leuk. En ik zal onder de video zetten waar ze jou bijvoorbeeld op LinkedIn kunnen vinden. Misschien kijken er mensen. Is het hier of is het hier? Is het... Ik weet het niet. Ik weet nog niet waar het komt. Nou, in ieder geval hier beneden. Hieronder. Hieronder gaat jouw LinkedIn profiel staan. En als er dan iemand zit te kijken en denk je, ja, maar Jezus, ik wil Anne gewoon voor mijn bedrijven bewerken, want ik zoek juist zo iemand die alles weet, alles kan. Ik weet het, maar ik probeer ook maar wat reuring te veroorzaken. Nee, ik maak me geen. Het gaat erom dat mensen in ieder geval met jou contact op kunnen nemen om hier verder over te discussiëren, als ze dat willen. Als iemand überhaupt naar ons gebabbel heeft gekeken. Tot het eind. Ik vond het leuk. Dankjewel, Anne. Tot de volgende keer. En dankjewel dat je je tijd voor wilde vrijmaken. Vond het superleuk. Is goed. Doei.